zilver voor het Nederlands dressuurteam. Goud lag in het vizier. Alles hing af van de prestaties van de laatste Duitse Amazone. Tanden bijten dus. Helaas, de Duitse met Damon Hill rijdt haar beste proef ooit. Nee, net niet. Dat is altijd zuur. Maar als het zo'n proef is, dan kun je dat ermee leven. Iemand die goed rijdt, die moet ook goede punten krijgen. Hoe kijk je terug? Nou goed, we zijn natuurlijk heel dichtbij geweest. Van tevoren hadden we getekend voor zilver. Maar als je zo dichtbij bent, hoop je natuurlijk op goud. Dat is het laatste moment. Maar ja, jammer genoeg was er één combinatie beter. En dat is zo is sport en dan moet de beste moeten winnen. We waren hier ook niet heen gegaan met het idee van we gaan een medaille halen. De kans was er en wat voor kleur het zou worden. Ja, je zag zelf hoe dicht het allemaal bij elkaar zat. Dus het had goud kunnen zijn, maar het had ook brons kunnen en het had ook niks kunnen zijn. Hey, top jongens. Ja, hè? Ik ben toch wel heel blij met zilver. Ik bedoel, vooraf hadden we er eigenlijk al voor getekend. Alleen als het dan nu natuurlijk zo dichtbij is, dan hoop je toch wel even dat je nog goud dat je nog een gouden medaille haalt. Maar dus dat was heel even dat ik denk, jammer niet gelukt. Maar goed, nu toch wel echt wel blij met zilveren medaille. Zijn we blij, hè? Ja, heel blij, hoor.